dan. Yo mensen van Dutch Gaming en leuk jullie kijken naar deze super coole video. Ik ben heel druk bezig geweest de afgelopen tijd om alle CD muziekplaatjes te vinden, dus ik heb ze nu eigenlijk allemaal gevonden en we gaan ze nu invoeren in de, weet ik veel, kluis, portaalding, slot. Nou, we gaan ze dus allemaal invoeren. Oké, kijk. Dus als ik ze allemaal heb, gaan het allemaal in één keer. Dat is mooi. Zo. Ik vraag me eigenlijk af wat erin zit, want ja. Maar zullen jullie ook kunnen zien, ik ben hier overal een beetje druk bezig. Dus hier had ik een kleine kindermissie dat ik kinderen moest bevrijden. Hier had ik een missie van vermoord iemand. Dat waren eigenlijk allemaal sidequests, dus eigenlijk van die rode kruisdingetjes. Want hier ook. Hier heb ik weer niks, hier heb ik ook niks. Bepaalde steentjes heb ik dus wel, wat hogere levels eigenlijk, heb ik eigenlijk iemand weten te vermoorden. Terwijl ik eigenlijk nog maar niet eens een vergek level ben. En dat is ook een reden waarom ik deze video maak, want ik ben ook een paar levels hoger gekomen. Voor mij van level 2 naar level 4. Dus dat wou ik ook even meedelen van, ik ben misschien wat levels hoger gegaan. Ik heb hier en daar ook wat nieuwe dingen geopend alvast aan skills. Maar dat zou het eigenlijk niet uit mogen maken. Dus bepaalde levels zullen nu eigenlijk wat makkelijker worden. Dan dat we, ja, gewoon eigenlijk wat makkelijker worden. Omdat we al, ja, hoger levels zijn, dus wat meer abilities hebben. Dus we kunnen wat betere skill dingen aanzetten. Waarom zit er een heel mooi lelijk zwart veldje in het beeld? Kijk hoor. Ik moet het even onderzoeken, lieve mensen. Ik moet even kijken wat het zwarte randje is. Dus ik ben zo terug. Oké, en we zijn er weer. Blijkbaar is dat onderste witte dingetje blijft een, ik denk, kleine glitch in de game. Want als zodra ik buiten het hek ga, dan is het in één keer helemaal footsie. Dus ik denk dat het een klein fout zit in de game zelf. Dan kan het ook laten zien volgens mij. Oh. Zou dat wel. Ik hou het wel mysterieus, moet ik zeggen. Want zodra ik hier was. Nou, uit een bepaald stuk was het helemaal weg, dus ik weet niet wat het is. Ik denk dat het in de game zit. Was nog. Zo, ik moet eens even kijken of het dingetje aan stond. Nou, doen ze dit helemaal expres, zodat het niet zichtbaar is wat je doet. Anders dat ik alles al een beetje heb gezien. Gaat het antwieltje zo. Wat is het eigenlijk? Wat zit erin? Kijk, dan gaat, zie je het antwieltje gaan. Zie je het antwieltje gaan? Wat leuk. Kijk, die hebben we al een keer eerder gehad. Oh, dat is de bovenkant. Is het een, voor mij is het een pak. Voor mij is het een pak. En de laatste. Nu gaan we achterkomen wat er in dat ding zit. Ik heb een vermoeden op een pak. Ik had eigenlijk eerder gehoopt op een heel super awesome wapen. Een zwaard of dergelijks. Maar nu gaan we het zien. Tada! Fancy fancy. Wat? Zie die lach, zie die lach. I suppose they've got another suit back there, do you? That one looks a bit tight for me. And you would look a right tit in it. Evie. Nice! We hebben een nieuw pak unlocked, mensen. Gewoon echt een fucking nieuw pak. Echt, beoordeel zijn missie. Ik vind het een 5. Ondanks dat het best wel een kutmissie is. Om al die 32 dingen te halen. Vind ik het toch best wel vet. Vier vader. Wat? Wat is deze? Vier vader. Wat? Stond er. Oh, serieus. Vier veiligheidspunten. Oké. Kijk, zoals jullie ook kunnen zien, ik ben al niveau 4. Ik weet niet waar ik het laatste was van, waar ik, welk level ik was.
Arends oog, ja. Dus we kunnen er weer drie nieuwe dingen doen. Nu waren er nog maar twee, maar oké. Even kijken. Eerste klap. Stel is natuurlijk altijd wel handig. Mensen trekken, schakel passen. Tel ik aan met de automatische machine. Oké, die is handig. Die is echt handig. Meestal kom ik altijd tekort. Geef minder schade. Dat zou best handig zijn. Ik denk dat ik eerder dan voor de slotenkraker 2 ga. Of de stelt. Vechten is ook nog wel best wel. Moeilijk. Verdedig. Deze is moeilijk. Het zijn er zoveel goede dingen die ik kan kiezen. Succesvol aanval brengen, maar snel rond aan dood. Die wordt het, denk ik. Verminking level 1. Oké. Okay. En we zijn er doorheen. Maak. Even kijken wat we hebben op mijn maak. Uitrusting. Oeh, fancy patchy. Maar het is niet echt iets waar ik zeg van, ja... Satijnen mantel. Wat heb ik dan? Fucking satijnen mantel. Aanval. Kijk, dat zijn de zaken. Een geheim voorwerp. Oké, dus moeten we spelen om wat verder te kunnen zien. Oeh, wacht. Wat? Kijk. Dit zijn de spullen die echt het verschil gaan uitmaken in fights. Want dit is allemaal fucking weak en everything. Veel dit onder en van. Mensen, dat is het weer van deze keer. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Het is een iets kortere video dan gepland. En ja. Mensen, abonneer je op dit scherm. Volg ons op Twitter, Twitch en op Facebook. Links staan jullie beneden in de beschrijving. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Later!